Waar is mijn pauzeteken? Want, oh ja, dat zit er boven. Oké. Goedemorgen allemaal. Ja, zoals jullie zien ben ik met een kaart bezig. Ik heb er al één gemaakt. En ja, iemand zei gisteren in de winkel dat is leuk voor een huwelijk. Omdat ik hier een bedeltje in had gehangen met twee hartjes in elkaar. En deze kaart maak ik voor een nieuwe woning of zo. Ik heb namelijk sleutelringetjes. Even kijken, ik zal even de splitpen eraf halen. Dat is een ringetje met drie sleuteltjes. Nou, hij moet wel even goed gaan liggen. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Wacht, ik zal het even wat dichter bij de camera houden misschien. Even kijken. En zo. Ja, ik denk dat je het... Ja, een beetje raar draaien, maar... Er zitten drie sleuteltjes aan. En dat is wel leuk voor een nieuwe woning. Die ga ik vastzetten met de splitpen. En ik heb een blauwe genomen, omdat de kaart is wit met blauwe mat. En blauw decemberpapier. En dat decemberpapier, dat zijn restanten die heb ik overgehouden van het blok van Eline's baby. Even kijken, zie je wel. Daar heb ik al heel wat papier van gebruikt. Nou ja, en die restjes die overblijven, daar kun je dus toch nog leuke dingen mee doen. Nou, ik ga dus even alles uitleggen. De kaart heb ik gesneden van een vel kaartstok. Dat is 30,5 bij 30,5 centimeter. En ik heb dus een kaart gemaakt van 10,5 dubbel gevouwen bij 15. Dat past nog in een envelop. Je kunt hem ook van een A4 kaart maken natuurlijk. Dan is het de helft. Dan wordt alles ietsjes kleiner. Een klein beetje. Maar ik denk nou, ik doe het van een vel kaartstok. Dan komt er een mat op van 10 bij 14,5. Dat is dus de breedte is 10 en de lengte van de mat is 14,5. En dan een stukje dessertpapier van 9,5 bij 13,5. Ai, ai. Ging ik bijna de fout in. Nee, niet waar. 14. Dus alles is een half centimeter kleiner. Dus de lengte van de kaart is 15. De lengte van de mat is 14,5. En de lengte van het dessin is 14. Ik leg het even opzij, want ik begin met de lantaarn. Die is van Marianne Design. Al een oudje. Ik zal hem eventjes pakken, die mal. Dat is deze mal. Ik denk dat ik heb het idee dat ik iets meer hier naartoe moet. En vermoedelijk is mijn camera een beetje verzet. Ik zal hem even ietsjes draaien. Zo. Want anders dan zit ik buiten beeld. Kijk, ik zal het doosje even open doen, anders glimt het zo. Deze lantaarn heb ik gebruikt. In dit geval heb ik hem in wit gemaakt. En ik ga hem dus op de dessertpapier plakken. Ik heb hier al tape op aangebracht. Dubbelzijdig tape. En ik heb de deurtje, zal ik maar zeggen, even extra hier gerild en een beetje omgevouwen. Zo. En hij gaat dus op het oog, op het midden. Dit zit nog niet vast, die bovenkant. Die heb ik nog even los. Want er komen wat takjes in. En schuif ik een beetje onder. Kan ik altijd nog laten vastzetten. Dit stukje, het middenstukje wat eruit is gekomen, dat ga ik hier terugplakken op de achtergrond. Maar het is niet helemaal symmetrisch, dus ik moet heel even kijken hoe het precies moet. Zo valt hij er. Nee, zie je? Hij moet toch omgekeerd worden. Het is niet helemaal. Je moet echt even opletten als het eruit komt, hoe die erin moet.
Ja, het is een beetje. Hé. Hey. Kaart die ik gisteren gemaakt heb, ging meteen goed. Ja. Toch andersom. Zo. Ik leg het even neer. En. Even met wat lijm. Zo langs de kantjes. Ik doe het deurtje even dicht. En dan leg ik hem erin. Zo. Ja. Dat zit. Nou, voordat ik dat dessertpapier op de mat ga plakken, ga ik eerst een gaatje maken. Voor het sleutelhangertje wat erin gaat komen. Even mijn prikpen. Ik heb deze en ik heb de gewone prikpen. Ik ga eerst gewoon een gaatje maken. Zo. Hier. En dan, omdat die te klein is voor de prikpen, ga ik even met mijn Tim Holtz prik. Pen. Het gaatje groter maken. Een splitpen door het sleutelhangertje. En dat gaat dus zo op de kaart. Pootjes even openbuigen. Ik doe niet te strak, dat het een beetje kan bengelen zo. En nu kan het dus op de mat geplakt worden. Nou, dat hebben we. En verder, zoals jullie zien, liggen hier de nodige takjes en bloemetjes. Ik heb een oprolroosje gemaakt met het malletje van. Het schittert allemaal. Ik zal het even uitpakken. Met het malletje van Marianne. Even kijken, ja, zo. De kleine maat. En verder nog diverse takjes en ja, ook nog hele oude blaadjes, takjes. Ook van Marianne, want deze heb ik gebruikt. Ik heb een paar takjes met de pons van Nelly Snelle gedaan. En zo, die kan daar naartoe. En nu gaan we dus even kijken wat is een beetje leuk. Ik heb dit takje. En omdat ik dat nog open heb gehouden aan de bovenkant, zou dat er misschien tussen kunnen, zo. Alsof het er een beetje doorheen groeit. Zo. Dat kan. Maar er kan ook. Ik heb twee kleuren groen gebruikt, zoals je ziet. En dat zijn de kleuren olijfgroen en mosgroen van Car Deco. De linnenpersing. Het papier wat ook gebruikt wordt voor de kaarten in het hobbyjournaal. Nou, ik denk dat dit beter is. Ja, ik doe hem er niet achter. Ik doe hem er gewoon voor. Gaan we beginnen. Een beetje druppeltje hier, druppeltje daar. Net als Tante Til, kloddertje hier, kloddertje daar. Zo. Ik laat hem even liggen. Ik heb hem nog nodig. Ja, zo. Nou, dan gaan we die bloemetjes een plekje geven. De bedoeling is dat die hier komen. Zo en zo. Ik heb trouwens onder het oprolroosje een kroontje gemaakt. Van een ponsje, plaatje. Omdat het onder die andere roosjes ook zit.
Nou, dan hebben we dus nog een takje, een donker takje. En dat laten we hier even uitkomen. Even zo. De bloemetjes doen we eens later. Ik doe eerst het takje. Ik heb allemaal maar heel weinig nodig, want als het eenmaal vast zit met tacky glue, dan laat het niet meer los. Zo. Nou. Dan hebben we nog een paar takjes. En, deze. Nou, eens even kijken. Dit moet wel even blijven zitten. Dat is wel de bedoeling. Dat het hecht. Nou, even vasthouden. Ja, nou zit hij. En deze doen we hier. Het wordt een kaart met wat takjes. Er komt geen 3D plaatje op. Even mijn pincet erbij. En zo. Dan hebben we een, ik heb ook nog een paar varens gestanst. Want je moet wel een beetje binnen de kaart blijven. Want kijk, hij komt dus later hier, hierop. Zo. Dus hij mag hier niet onderuit steken. Dus even kijken wat ik ga doen. Nee, ik vind het niet zo geslaagd eigenlijk. Ik denk dat ik beter een paar van die kleine takjes kan doen. Zo. En zo, een paar, ja, dus misschien beter. En aan deze kant, zo. Nou, eens even kijken. Dat een beetje hier. Die een beetje hier, zo. Nou, ik denk dat ik de kaart maar eerst even vast ga zetten, want er hoeft nou geen gaatje meer in. Want dan is het toch even makkelijker kijken. Zo. Nou, deze kant eraf. Dit. En deze er ook af. Ja, even een beetje recht. Zo, that's it. Dan heb ik nog een leuk takje. Of ik doe die varen misschien wel. Die doe ik dan hier. Is een beetje groot, hè? Ik weet niet of dat nou wel handig is. Ja, een donkere. Dat is dezelfde tak. Beetje moeilijk is dat, want ik heb hier een lichtgroene gedaan en nu wil ik eigenlijk een donkergroene doen. Eens even kijken, hebben we hier nog wat aan? Nee, dat is niet leuk. Nee, nee, nee. Ik denk dat ik een stukje hiervan neem. Die plak ik hier nog bij. De rest knip ik af. Even schatje. Zo. Ik knip hem in ieder geval hier even af. En dus ik doe dus de tweede takje zo. Ja. Ja. Zo. Ik laat de bovenkant een beetje los. Een beetje speels. Zo. De rest zit vast. Dat zijn de ringetjes. Nou, dan gaan we de bloemen erop zetten. Ook maar met tacky. Zo, wat hier. Die kleine. Twee kleine roosjes. Dit zijn bestaande roosjes. Die andere heb ik dus met ponsje gemaakt. En
omdat ik die kleur niet had in een grote roosje. Zo. Nou, deze hier. Een beetje. We kunnen er misschien nog een sprietje bij zetten. Kijken. Ja, is wel leuk. Een sprietje erbij. En dan zet ik mijn video even op pauze. En dan kom ik zo weer. Even kijken, waar zit die? Hier. Zo, daar ben ik weer. Ik moest het ook even proberen, want ik heb dus gemerkt dat ik hem wel op pauze kan zetten als er iets tussendoor komt. Dat heb ik gedaan. Ik hoop dat ik het goed heb gedaan, maar dat merk ik wel als ik hem terugspeel. En ik heb dus nog maar een blaadje afgeknipt, hier vandaan, aan deze kant. Om een klein beetje dat takje wat er zit te verbergen. En nou zou ik eigenlijk een tekstje moeten stempelen. Met gefeliciteerd met jullie nieuwe woning. Nou, dat heb ik dus even niet zo gauw bij de hand. Maar dat kan alsnog. Ja. Dit is hem geworden. Ik zal het deurtje even een beetje openzetten. Zo, is het te zien? Ja. Ik leg hem even neer. Nou, misschien vinden jullie het een beetje druk met al dit groen. Maar ja, het heeft wel iets, vind ik. En hier kan dan een labeltje met gefeliciteerd met jullie nieuwe woning. Met een sleutelbosje. Kijk, zo. Sleutelhangertje, het sleutelbosje zit erin. En nou, dit is het dan eigenlijk. Ik ga nog even een stempeltje zoeken voor gefeliciteerd met jullie nieuwe woning. Dat ga ik dan hier ook opzetten. En dan maak ik naar de hand een fotootje van. Dan zet ik hem wel op mijn website bij Inspiratie. Kunnen jullie het nog eens een keer terugkijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende kaart.